Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 10 januari. We zien een groot lage drukgebied boven de Britse eilanden. En dat is echt een uitgestrekt lage drukgebied wat ook nog invloed heeft over het grootste deel van Europa. Het lage drukgebied dat trekt geleidelijk aan naar het oosten en blijft de komende dagen ons weerbeeld bepalen. En ja, wat betekent dat? Het is wisselvallig en er vallen van tijd tot tijd buien. De komende dagen zal het langzaam maar zeker ook wat kouder gaan worden en neemt ook de kans op winterse neerslag toe. Maar dat is dan vooral voor de tweede helft van deze week. Dit zijn de radenbeelden van afgelopen nacht. Het heeft vannacht op veel plaatsen geregend. Die regen die trekt nu naar het oosten weg is eigenlijk al het land uit en in het westen zien we vooral een aantal buien vallen. Nou vanmiddag neemt die buienactiviteit nog wat toe. Ook landinwaarts kunnen er dan weer een paar buien gaan vallen. Maar tussen die buien door is er zeker ook ruimte voor de zon. We zien dan ook een afwisseling van wolkenvelden en zon en een aantal buien. Zoals gezegd, vooral vanmiddag kunnen er hier en daar toch wel een paar pittige buien gaan vallen. Vanavond blijft het land inwaarts weer op de meeste plaatsen droog en vallen er vooral in de kustgebieden nog een aantal buien. Wat de wind betreft, die is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe hard en kunnen er windvlagen voorkomen tot zo'n 75 km per uur. In de loop van de middag gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Ja, en vannacht daalt de temperatuur bij opklaringen naar zo'n 3 tot 4 graden. Misschien in het oosten van het land en het centrale deel van het land dat we zelfs nog aan de 2 graden gaan komen. De wind die zwakt het af, landinwaarts, die wordt overwegend zwak tot matig. Aan zee blijft een vrij krachtige wind staan. En morgenochtend dan beginnen we nog wel met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in de middag dan volgt er ook regen vanuit het zuidwesten en die spreidt zich dan geleidelijk aan uit richting het noordoosten. Ik denk dat het in het noordoosten tot aan de avond wel droog blijft. Temperaturen liggen morgen zo tussen de 6 en de 7 graden. Ja, dinsdag en woensdag ook dan nog steeds lage drukgebied in onze omgeving. Dat betekent wisselvallig weer. Er vallen diverse buien bij temperaturen tussen de 5 en de 7 graden. Vanaf woensdag zien we het langzaam maar zeker wat kouder worden. Misschien dat er al een vlok natte sneeuw gaat vallen in het oosten van het land. Op donderdag neemt die kans alleen maar verder toe als de maximumtemperaturen niet veel verder komen dan een graad of 3. Mijn naam is Raymond Glazen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.